Zo, goedemiddag allemaal. Welkom in de kelen van Dambovits. Ja, nou ja. Ik heb er vorig jaar ook een vlog over gemaakt. Toen kon ik het niet uitspreken. Nu nog steeds niet. En het was helemaal niet de bedoeling eigenlijk om hier vandaag een vlog over te maken. Het was de bedoeling dat deze kloof de achtergrond zou worden. En dat het onderwerp zou gaan over mijn gear of over een statief en dergelijke. Maar zoals je het misschien wel ziet, sneeuwt het prachtig. En ja, dan is het toch wel mooi om daar gewoon ook een vlog over te maken. Vorig jaar heb ik hier dus ook gefilmd. Toen heb ik geprobeerd om schaal aan te brengen. Door mezelf in de foto te zetten. Wat ja, niet super goed ging. En de kelen was ook gewoon heel saai toen. De kleuren, nog even aan de kant van deze auto. Maar nu zijn we weer terug. En is die sneeuw eigenlijk wel een heel prachtig onderwerp. Om die kelen net even iets meer te geven. Het geeft het misschien niet de schaal. Maar wel maakt dit wel even een stukje mooier. Dus laten we gaan naar de eerste compositie. Die heb ik net al gevonden. Maar toen dacht ik, ik ga hier een vlog van maken. Dus ik heb even mijn spullen gehaald. En dan gaan we terug naar de eerste locatie. Ga ik jullie even laten zien wat ik daar heb gedaan. Voordat we verder gaan naar wat andere plekjes. Ik hoop dat het blijft sneeuw. Want inmiddels is het weer blauwe lucht boven de sneeuw. Dus het kan zijn dat wanneer deze vlog echt begint, dat de sneeuw dan opeens verdwenen is. We shall see. En ja hoor, hetgene waar ik al bang voor was gebeurd. De sneeuw, daarnet was de sneeuw veel dichter en denser. Maar ja, goed. Ik ga alsnog deze foto nog een keer maken. En dan kan ik achteraf nog altijd beslissen of dat ik die met de dichte sneeuw of de net iets mindere sneeuw misschien goed vind. Om te zorgen dat ik die sneeuwvlokken goed vang in het beeld, zit ik op een sluittijd van 1/200ste van een seconde. En die wil ik houden. Daar ga ik de rest mijn instellingen op aanpassen. Goed, ik ga naar F11 toe. Ik denk dat dat een mooie scherptediepte is. Tenminste, dat zeg ik nou wel. Want op F11 moet ik naar een ISO van 2000 om goed te belichten, of 1250. En dat vind ik wel net even te veel. Dus laten we hem gewoon even proberen op F8 en even kijken of dat genoeg scherpte oplevert. Ga met een ISO van 500, 640, gaat dat wel mooi. Dus even kijken wat dit oplevert op deze snelheid. Is niet verkeerd denk ik. Maar vergeleken met de vorige foto is toch wel even wat anders, moet ik zeggen. Ik probeer het nog één keer met ook een iets langere sluitertijd. Maar wacht even, laat ik eerst even checken of dat de scherpte in die vorige foto goed is. Wauw, wat een verschil. Ik zal ze even naast elkaar zetten. De foto die ik nu net heb gemaakt en de foto die ik zeg 10 minuten geleden heb gemaakt. De hoeveelheid sneeuw, wat voor een verschil dat maakt. Ik ben toch wel meer fan van die vorige. Dus wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ik ga deze foto laten voor wat het is. En genieten van die vorige foto. En op zoek naar een nieuwe compositie voor nu. Was het voor de sneeuw. Precies het hele idee van deze vlog. Vernietigd. Blauwe lucht boven. Helemaal niks meer aan sneeuw. Alhoewel ja. Dus misschien zie je het met een hele kleine vlokje sneeuw nog. Dat is nou even jammer. Dan moet ik toch nog iets proberen te maken van deze vlog. Of ik gebruik alleen maar het beeld voor iets anders. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar ja goed. We gaan wel gewoon nog even zoeken naar verdere compositie. Op zich is de lucht zo ook weer heel mooi. Ik kan er misschien juist met een lange sluitertijd of iets dergelijks ook nog wel wat woorden
Nou, ik weet het nog niet. Ik hou jullie op de hoogte en ik laat het weten als ik iets heb bedacht wat we ervan gaan maken. Het is tijd om te switchen van de sneeuw naar de zon. We steken hier precies een aantal bomen uit op een randje. Echt een rotplek om te fotograferen dit trouwens, zo precies langs de weg. Maar goed, daar doen we het mee. Auto. We steken dus precies een aantal bomen uit. En tenminste, uit de rotsen. En die vangen precies het zonlicht. En dat is eigenlijk erg tof, denk ik, als foto. Wat ook erbij helpt is dat de achtergrond achter die bomen donker is. Dus die bomen komen mooi los van die achtergrond. Ga je niet veel tijd aan besteden, wordt veel te veel lawaai. Rivier naast me, auto's aan de andere kant. Dus we gaan hem gauw nemen. F8 is denk ik goed genoeg. Of misschien is F4 ook wel leuk trouwens. Ik hoef ook niet te bracketen in dit geval, omdat er dus niet zoveel licht op zit. Gauw zijn voordat de kleuren verdwenen zijn. Of dat de zon weer achter een wolk verdwijnt. Nice. Ik denk dat het een mooi contrast kan geven met voor- en achtergrond. En een beetje meer abstract. Niet de weg wat dan ook, maar gewoon mooie natuur. Oké, ik heb hier weer een compositie gevonden. Waarbij in de voorgrond het stroompje heel mooi zo als een S-curve door het beeld. Die leidt naar de achtergrond. En in de achtergrond hebben we nog een stuk klif met bomen erop waar je zo net het zonlicht vangt. Dus we hebben een beetje een donkere voorgrond daardoor en een lichtere achtergrond. En daarom ga ik een focus stack weer maken. Nou, niet een focus stack, maar een licht stack. Of heeft vast ook een naam, een belichting stack. Whatever, ik ga het je uitleggen. Ik heb trouwens ook polarisatiefilter erop gezet om te zorgen dat die glans wat verdwijnt van het water en dat wat mooier wordt. Ik begin met een focus in de voorgrond. En omdat die voorgrond lichter is, even kijken hoor, even goed focussen. Omdat die voorgrond donkerder is, moet ik zeggen, ga ik die wat lichter belichten. Op 1/5 van een seconde in dit geval. Dan heb ik mooi alle schaduwen mee. De lucht is nu overbelicht, maar dat is niet erg, want ik ga niet de lucht gebruiken uit deze foto. En nu stel ik er nog eentje scherp op de achtergrond. En voor die wil ik dat de lucht goed belicht is. Dus die draai ik verder terug en kom ik op 1/20 van een seconde uit. Dus nu heb ik een wat donkerdere foto voor de achtergrond, een wat lichtere foto voor de voorgrond, waarbij ook de scherpte anders is. Nou, dat is even werken met samenvoegen. Maar zolang je zorgt dat de belichtingen goed bij elkaar passen in Lightroom, kun je ze in Photoshop bij elkaar blenden. Photoshop blenden. Dat wou ik zeggen. En dan komt dit resultaat eruit.
dat was hem weer voor vandaag. Niet helemaal waar ik in eerste instantie voor was gekomen. Het was de bedoeling om wat gearvlogs op te nemen, maar ja, dat is hem niet geworden. En de zon gaat inmiddels alweer bijna onder, dus ik weet niet of dat hem sowieso nog gaat worden. Maar ja, ik ben best wel tevreden uiteindelijk. Ik denk dat ik best weer wat andere foto's heb gemaakt. Ik ben heel benieuwd naar die tweede foto met die bomen op de klif met het zonlicht vanaf de zijkant. En daar ben ik denk ik wel het meest benieuwd naar of dat wat is geworden. Jullie hebben hem al gezien. Ik ga hem nog nabewerken en dan merk ik het wel. Dit is het voor vandaag. Ik hoop dat jullie iets ervan hebben geleerd of het leuk hebben gevonden of wat dan ook. Maakt me allemaal niet uit. Zolang het maar leuk is geweest, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Ik ga nog even een kopje thee drinken. Misschien nog een vlogje opnemen. Maar ik zie jullie in ieder geval weer volgende week bij een nieuwe vlog, toch? Aju!